En dit is een bak die zal Jona mooi vinden. Dit is de Kerogia. Ik heb een groot exemplaar genomen. De zigzagplant. Die blijft in de winter eigenlijk een beetje zo grijzig. Een beetje artistiek ziet hij eruit. En die heb ik gecombineerd met een witte skimmia. De White Dwarf. Die knoppen die zien er een beetje groenig wit uit. De hele winter. En van het voorjaar is die spierwit als je bloeit. En dan gaat hij ook nog geuren. Voorjaar in huis halen. Dat is toch super? En dat ga ik dus voor Jona ook doen. Dat doe ik met witte hyacinten. Dit is de White Pearl. Ik heb hier ook nog de Pink Pearl staan. Ze zijn gekweekt in het gouden potje. En zoals je ziet, zitten er twee knoppen in. En die komen dus allebei uit. Ja, je zet ze in de woonkamer en de hyacint gaat heerlijk geuren. Doordat er twee knoppen in zitten, duurt het dus ook extra lang. En dat doet je dus denken aan het voorjaar. Nou, Jonnetje, hoe vind je het? Ja, ik vind het helemaal top. Ja, dat echt wist helemaal ik. Mijn smaak, dit. Ja, dat wist ik wel. Maar ja. Zelfs een beetje rood er doorheen gedaan, ja, hè? Oh, ja, maar dat mag wel. Ja, maar ze is van de fluffjes en de toefjes, dus dat mag wel. Zo is het, toch? Nee, schat, ja, nee, je had het altijd over fluffjes. Vorig jaar met de kerst heb je ook heel wat fluffjes toegepakt. Ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Dat zag er toch waanzinnig uit. Heel wilderig. Maar die was cool. Ga je dat dit jaar weer doen, jullie? Nou ja, met hulp van Piet natuurlijk, vorig jaar ook al. En de assistent. Tafeldekken en de bloemstukken. Want jij hoeft niks te doen. Piet, ga niet te veel beloven. Nee. Hey, maar ik hoef alleen maar lekker aan te schuiven dit jaar. Ja, maar vorig jaar hebben we toch die hele grote bloemenkerstboom gebouwd? Absoluut. En jij was met het hele rozen boven die tafel bezig. En wat ga je nu doen dan? Dat ga je allemaal schuiven. Nee, jij mag alleen aanschuiven. Jij mag alleen aanschuiven. Trouwens, we zijn hier ook nog niet klaar. Nee, je moet nog meer doen. Nou, en het moet schoongemaakt worden, want het is een beetje rommeltje. Mijn tijger weer. Ja. Ik ken hem al van beesten. Ja, hij is een keer op visite geweest bij jou. Ja. Dat klopt, ja. Hoe oud is hij nu? 17. 17? Ja. En visite houdt hij niet zo van drukte? Nee, hij houdt niet van drukte. Nee. Wel van eten. Wel van eten, ja. Dat is wel te zien, ja. Ja, liefde gaat door de maag bij mannen, hè? Ja, is dat zo? Ja, zeker. Hij verhaart behoorlijk, hè? Jij hebt ook een beetje een vacht gekregen. Ja, maar hij verhaart nu wel heel veel, maar hij wordt elke ochtend geborsteld door mijn man. Oh, super. Ja. Heel goed, ja. Ja. Ja, want die oude katten die hebben ook wat minder soepele gewrichtjes, dus die kunnen hun eigen vacht minder goed onderhouden. Ja. Soms is het gebit ook niet zo goed. Dat is daarom dat we het minder doen. Daarmee voorkom je klitvorming en dan help je hem een beetje mee. Ja, je ziet ook wel eens dat de haren zo dan klonteren bij elkaar. Ja, dat kan heel goed, maar je kan het ook van binnenuit ondersteunen met omega-3 vetzuren. Dat is voor de huid en de vacht, om die wat soepel te houden. Oh, oké. Ja. Dat is gewoon een theelepeltje over zijn voer. En dat kan ook aan honden gegeven worden. Oh. Hoe gaat hij met oud en nieuw? Dat vindt hij ook niet leuk. Nee. Dan maak ik een hele stapel kussens en dan maken we een holletje hier. En dan gaat hij daaronder meestal. Nee, veel dieren vinden dat toch eng. Ja. Ze ruiken het, ze horen het, die knallen. En ze weten niet waar het vandaan komt. Het is onvoorspelbaar voor ze. Ja. Daar wil ik je een beetje wat ondersteuning voor geven. Oh. Dit is no stress based. Dit haalt net de scherpe kantjes even van de angst af. Perfect. Ja. Kijk, deze is lekker voor het raam. Nou, je hebt een hele verzameling van die dingen nou. He? Leuk hoor. Kijk, ik heb ook nog een cadeautje voor je. Oh, nog een cadeautje. Ja, dat is moest helemaal een cadeau vandaag. Die No Water Flowers. Ja, ik ken ze. Die amaryllis, ze zijn toch wel cool, hè? Ja. Kijk, met die wakslaag eromheen, kan geen water geven. Hé, maar amaryllis, ga je daar dit jaar ook weer mee werken? Ja, ik ben er al mee bezig. Wat dan? Ja, ik ben zo een ijsdraadje aan het hangen, zo naar beneden. Ja. En vullen natuurlijk. Ja, je weet het al. Ja. Ik heb er 200 op moeten hangen. 200? In Almere, toen boven die... Nee, dat ga ik niet. Ik ga er geen 200 niet? Doen. Niet? Zo gebeurt. Ja, echt waar? En ik heb het natuurlijk dit jaar op me gekregen, omdat Suzanne voor het eerst is. Dus die gaat weer wat andere dingen bezig. Suzanne gaat lekker, hè? Ja, die gaat echt steeds beter. Toch? Ja, vind ik wel. Want het is niet makkelijk om het van jou over te nemen. En dat doet ze eigenlijk met vlag en wimpel, vind ik. Ja, vind ik ook. We missen je wel een beetje, hoor. Oh, dat wel. Straks gaan de mannen verder bij Jona. Eerst terug naar de voorbereidingen voor het grootste kerstdiner dat aan haar wordt opgedragen. Vroeger rondom kerst dan had je eigenlijk niet zoveel pracht en praal. Er was niet zoveel. En hadden ze een idee op. Ze gingen die kerstroos op tijd kweken. En dan kregen ze van die mooie bloemen rondom kerst. Hoe deden ze dat dan? Je had er zo'n plant en dan knipte hij al het blad weg. En dan kwam het er op deze manier uit te zien. Ziet er toch geweldig uit.
Helleborus uit de Gold Collection. Je hebt tegenwoordig allerlei nieuwe soorten en rassen. Maar ja, die witte, die hoort er met kerst natuurlijk echt bij. Want zo is die bedacht. Kijk, dit stuk moet natuurlijk licht zijn. Maar katoen, dat is ook iets wat we altijd met de kerst gebruiken. Kijk, dat heb ik ertussen verwerkt. Hier zit eucalyptus wat gekleurd is tussen. Dat kan verdrogen, dus dat hoeft helemaal gewaterd te hebben. En hier heb ik de narine, die zit in die kokos. Dan heb je dat roze bij het wit. Maar het wit, dat is natuurlijk dominant. Dat kan je volgend jaar gewoon weer gebruiken. Dat kan je eruit halen. Als je maar zorgt dat je het bewaart op een donkere plek, dan is er niks aan de hand. Dan kan je het volgend jaar zo weer gebruiken. Even mijn keukentje bouwen. Ja, het ziet er indrukwekkend uit, hè? De tafel van Keter, mooi roestvrijstalen blad, licht gewicht. Want ja, we gaan de kalkoen maken. En het is een traditie ondertussen. Die staat al jaren bij ons op menu. Deze die gaan we insmeren met gekleurde boter. Er komt straks nog Jules van Mauriers bij. Vossenbesjes uit de Veluwe, echt streekproduct. En dan gaan we het klaarmaken natuurlijk op mijn barbecue. Maar kijk eens, nou, dit ziet er professioneel uit en zo. Denk hier nog even, ik weet niet of die bij jou ook nog een stukje verder. De dames gaan helemaal op in hun rol. Suzanne, ik zit net te denken, we hebben geen kerststal hier, hè? Maar Maria, ik ben vanavond gewoon Maria. Maria? Oh, kijk nou, wat grappig. Wel jammer dat er geen twee Maria's zijn. Ja. Wat maar, anders. Maar ik vind jou eigenlijk ook veel mooiere Maria. Nee, jij bent Maria. Maar wat ben jij dan? De ezel. De ezel? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, ezel. En verder, wie hebben we nog meer in het kerststalletje? Nou, Jezus natuurlijk. Wie vind jij dat Jezus mag zijn? Nou ja, Piet zo sexy op die tafel. Kijk. Piet komt gewoon naakt op de tafel. Piet komt gewoon naakt op de tafel. Kijk, kerstdierzintjes die horen er ook bij. Die zijn eigenlijk altijd wit. Maar je kan ze ook gekleurd neerzetten. Want ik heb hier de pink pearl en ik heb de blue pearl. Je kan ook narcissen neerzetten. Dat is ook een teken van het voorjaar. Die zijn ook in de bloei getrokken. Die zijn gekweekt in het gouden potje. Dus die zit vol met bloemknoppen. En die bloeit gegarandeerd. Als je ze buiten zet, het gaat vriezen, ligt die helemaal plat. Zodra het boven nul is, trekken ze weer overeind. Binnen in de huiskamer bloeit hij binnen 2 dagen.